Hallo allemaal weer met Ellen van der Elans met twee orakelkaartjes vanuit Kuan Yin. Beide kaarten geven eigenlijk aan, heb je misschien een periode gehad dat je je niet lekker voelde, dat het tegen zat? Als je dan kijkt naar de dal van schaduwen, zij geeft eigenlijk een beetje het voorbeeld aan van de lotus. Ook jij mag bloeien. In de tijd, ook wanneer het wat moeilijker is, maar weet dat je altijd de kracht in jezelf hebt om weer mooi naar buiten uit te kunnen komen. Dat je altijd weer krachtiger uit een bepaalde situatie mag komen. En dat geeft in principe ook drinken uit de fonteinen van Smaragd ook. Deze kaart geeft ook aan van ondanks alles wat je meemaakt, weet ook dat het je sterker mag maken. En dat geeft ook aan van je mag ook hulp gaan ontvangen van anderen. Durf open te staan en durf te vragen naar hulp van mensen om je heen. Dat is geen vorm van zwakte, maar alleen maar een vorm van sterkte. Omdat je jezelf laat zien wie je bent. Omdat je alleen nog maar meer wil groeien. En dat je dus juist die hulp vraagt aan anderen om juist sterker te worden. Om weer beter naar buiten te komen, op te bloeien als een lotus. En jezelf weer neer te gaan zetten in je leven en dat je alles weer aan kan. Ik hoop dat dit voor jullie resoneert. Geef het een like. En ik wens jullie nog een hele fijne dag.